We staan hier in ons spiksplinternieuwe weiland. We hebben dus een paddock. En hier is het schuilstalletje. Er zijn nog zoveel opties mogelijk. Er kan nog zoveel veranderen aan dat stuk. Maar zoals ik al zei, we gaan eerst beginnen met fase 1, fase 2. Welkom op de Wallis Hoeve. Dat gaat het worden. Ja. Ja. Hallo allemaal en wel. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe Dwally video. We staan hier in ons spiksplinternieuwe weiland. Dwally moet bukken, want als ik het statief hoger zet, dan zeg maar ben ik uit beeld. Maar ik kan, lager zet, dan is Dwally uit beeld. Dus Dwally mag bukken. Maar we kunnen niet op de grond gaan zitten omdat hier momenteel ietsje te veel distels zijn. Maar hier is wel schaduw, dus even lekker om een stukje praatvideo wel op te nemen. Het wordt namelijk vandaag... Het is dag 2. Het is voor ons al dag 2 van het opknappen en het wordt 29 graden, dus het is best warm. Dus vandaar dat we dit stukje nog even in de schaduw wilden doen. Even lekker genieten. Ja, dit is het dus. Ons nieuwe stuk. Gepacht van twee ontzettend lieve mensen. Waar we heel dankbaar voor zijn dat we deze kans mochten krijgen om voor onbepaalde tijd hier een paardenparadijs te mogen maken voor onze paardjes. Hier zijn we echt heel erg dankbaar voor. En we gaan ook echt ons best doen om het hier super mooi op te knappen. En om echt een paardenparadijs te gaan maken. Wat zijn onze plannen nou met dit stuk? We hebben 1,6 hectare. Dat is ontzettend veel. Hoe willen we dat allemaal in gaan indelen? Hè? Nou ja, meerdere fases gaan we doen, toch? Ja, we gaan meerdere fases doen, want het opknappen van dit stuk dat duurt heel lang. Ja. Of dat gaat lang duren, zeg maar. Ja, want we willen het gewoon goed aanpakken, we willen het allemaal mooi maken, we willen het allemaal opknappen. En er zijn toch heel wat stukjes die wel wat liefde en aandacht nodig hebben. Ja. Er is op sommige plekken zijn er heel veel stukken overgegroeid met bramenstruiken. Ook bij stukken waar je normaal inderdaad schrikdraad zou hebben. En dat moet helemaal teruggedrongen worden. We willen wat stukken afrasteringen veranderen, weghalen en nieuwe afrasteringen neerzetten. En dat kost heel veel werk en tijd. Maar uiteindelijk zal het wel heel mooi zijn. Ik ga even mijn telefoon erbij pakken, want dan kunnen we een beetje de fases gaan bespreken. Wacht, dan gaan wij een stukje naar achteren. Ja. Want dan kan ik even kijken, als we deze kant op gaan. Ja. Dan kan ik, ik zal hier dadelijk plaatsen. Een beetje bukken. Ja. Maar ik zal hier dadelijk onze zeg maar, tekeningen in beeld brengen. Want ik heb natuurlijk hele mooie platte gronden gemaakt van het stuk en hoe we het willen gaan aanpakken. Nou, we beginnen met fase 1. Dit is waar we nu in zitten. En fase 1 is eigenlijk voor oktober. Ja. Want 1 oktober komt Valentijn namelijk. En dan willen we het hier in ieder geval af hebben, zodat hij hier kan staan. Nou, fase 1. De draad afmaken. Oh, wacht. Ik zal eerst even beginnen met fase 0. Hoe zitten we nou? Oké, fase 0. We hebben dus een paddock en een schuilstal helemaal vooraan staan. Dan hebben we een, wat wij noemen de middenwei. Want die wei ligt in het midden van alle weien. Dan, waar we nu op staan, is de cafetaria-wei. Want deze wei grenst namelijk aan een cafetaria. Dus we noemen het de cafetaria-wei. Dan de wei die daarachter ligt, dat is de arme weide. En dat is misschien een beetje een vreemde naam. Maar er zit wat geschiedenis achter. Vroeger was het namelijk zo dat de kerk een paar plaatsjes grond had. En dat noemden ze dan... Oh, gelijk de kerkbellen op de achtergrond. Heerlijk. Prachtig. En dat noemden ze dan de arme wei. Dat stuk was voor de armen, voor arme mensen. Eigen gewassen te verbouwen, eigen groentes te kunnen verbouwen. Klopt. Echt een moestuin voor de community. En op een gegeven moment heeft de eigenaar van dit stuk dat van de gemeente uit opgekocht. Omdat de kerk, of het ging vanuit de kerk, ging het naar de gemeente. En toen wisten ze niet meer wat ze ermee moesten. En toen werd het volgens mij, want er is hier wel nog ergens zo'n moestuinen. Stuk. Ja, iets verderop volgens mij. Ja, want zeg maar, die wei ligt echt in het midden van meerdere velden. Dus het was ook niet meer goed bereikbaar. Dus de arme wei, zeg maar, hebben ze verplaatst. Dus dat is de oude arme wei. Dus ja, wij noemen het de arme wei. En dan de wei daarnaast is de poortwei. Want er grenzen twee poorten aan vast. Dus lekker de poortwei. Logisch. Ja, allemaal heel logisch ingedeeld. Maar dan weten jullie tenminste ook over welke stukken we het gaan hebben. En dan hebben we nog de Greppel, de Grand Canyon, de sloot, zeg maar. Dat is het stuk daarachter. En daar is heel veel over begroeiing, maar dat was vroeger een sloot bij afwatering van een ander stuk waar ze, wat hebben ze gewonnen daar, leem?
klei, zand. Klei voor de steenfabriek. Klei voor de steenfabriek, zeg maar. En dan liep vroeger door de sloot, liep dat zo naar de beek. Maar die sloot die ligt al jaren droog. En die is gewoon overgroeid met bramenstruiken en andere bomen. Dus die moet ook aangepakt worden. Ja. Maar eerst, fase 1. Wat gaan we doen in fase 1? Wat gaan we doen voordat Valentijn hier naartoe komt? Dat is de draad vrijmaaien. Want alle draden zijn hier overgroeid. Dus die moeten we vrijmaken, zodat we ook weer nieuwe palen kunnen slaan. Bij de palen die vervangen moeten worden. Nieuwe isolatoren erin draaien. Nieuwe draad trekken. En zodat er ook stroom op die draad kan. Mm-hmm. Dan het shatterstuk weghalen. Voor de paddock is een klein stukje afgezet voor een hoefbevangen shed. En dat stukje willen we eigenlijk een soort van... Erbij trekken. Bij de paddock bijtrekken, zeg maar. En dan voor de boom langs wordt dat dan afgezet met draad, zeg maar. Mm-hmm. Zodat ze ook niet aan de boom kunnen komen. Ik weet ook niet of die boom giftig is. Denk het niet. Maar in ieder geval dat ze er ook niet helemaal kunnen schuren. Maar wel dat ze de schaduw van de boom hebben daar. Dus dat is... Dat hoort allemaal bij fase 1. Mm-hmm. En dan mesten en frezen van die paddock. Die paddock daar ligt nou... Of er was vroeger een mesthoop. Nou ja, of een hooi... Hooi neergelegd, mest. Voor paden. In ieder geval, er ligt hooi en mest, zeg maar. Dat gaan we uitstrooien en dat gaan we in de grond frezen. En dat wordt ook echt een beetje meer zandpaddock. En die palen moeten we daar vervangen, isolatoren mm-hmm. intrekken. Oh, we moeten het zand ophogen bij het beton. Ja, beton er ligt een stukje beton en we hebben een hele lieve, lompe tinker. En ik weet zeker dat hij daarover gaat struikelen. En dat beton, dat kunnen we niet uit de grond halen. Dus we gaan er een soort van bultje zand overheen leggen. En hopen dat hij het niet uit gaat graven, want Valentijn graaft ook. Dus in ieder geval dat het soort van gelijk is. En dat hij niet de hele tijd over het beton valt. En misschien zijn hoeven eraan openbreekt, of weet ik wat niet allemaal. Dus dan is het in ieder geval een soort van zachte beetje heuvel. Veiliger. Beetje veiliger, ja. Dan de distels verwijderen, want er zitten overal heel veel distels. Mm-hmm. En met distels is het zo, als je ze niet aanpakt, dan blijven ze terugkomen. Dus je moet echt die distels heel hardnekkig gaan aanpakken. We gaan niet spuiten op dit stuk of zo. We gaan echt alleen puur bijhouden, verwijderen, alles doen. En de grondwespen verwijderen. Want hier... Zag ze al niemand zitten? Ja, volgens mij zitten ze ook alleen in de poortweide, zeg maar. Het is niet voor nu per se nodig, maar grondwespen zijn wel heel vervelend. En als we ze zien, dan gaan we ze gewoon ingraven. Zoals mijn vader dat ook altijd doet. Ja, nee, maar je moet gewoon dat gat dichtmaken en dan is het klaar op een gegeven moment. En dan even kijken, de poortweide ook, de middenpaaltjes daar. Ja. En die poort eruit halen. Die palen gaan we wel moeten laten staan, want die zitten namelijk in beton gegoten. Maar daar gaan we dan hooipunten van maken, dus hooinetten of een schuurpaal van maken. Want ja, die kunnen we gewoon niet weghalen, zeg maar. En Valentijn, als die ergens aan gaat schuren, zeg maar, alles schudt op en neer. We hebben het bij Van Hornhoeven wel eens gehad dat hij dan tegen dat hooihuisje aan het schuren is. En dat het hele hooihuisje op en neer gaat. Dus dat is iets van, weet je wat, die in beton gegoten palen zijn de perfecte schuurpaal voor Valentijn. En dan, dat is eigenlijk fase 1 alweer. Nou, en dan voor 1 oktober. Ja, die bramenstruik. Ik zal even beeld van inbrengen hoe dat eruit ziet. En ik zal er dadelijk anders even heen lopen en dan kunnen jullie zien. Want die draad, zeg maar, die loopt nog een soort van meter door. Maar dat is helemaal overwoekerd met bramenstruiken. En als we deze weide willen opknappen, dan moeten we daarbij kunnen. Dus we moeten even met de mensen van de cafetaria ook even vragen van... Hey, hallo, die bramenstruik, doen jullie daar iets mee? Mogen we die terugsnoeien? Of misschien zelfs helemaal verwijderen. Want als zij ook zeggen, oh, alsjeblieft verwijder hem, dan doen we dat. Maar als zij zeggen van, oh nee, doe maar gewoon terug tot de grens, zeg maar. Ja. Dan doen we dat gewoon. Want er zit ook een boompje in en dat boompje wordt een beetje verstikt. Dus we willen dat boompje gaan redden. Ja, het is een heel zielig boompje. Ze willen dat boompje willen we redden en ergens anders terugplaatsen. Dus dat hij ook niet verloren gaat. Want volgens mij staat hij precies tegen het schrikdraad aan. Aan de andere kant. Moeten we even kijken als we het vrijgemaaid hebben. Ja, dat we weten niet eens of het boompje zeg maar, aan deze kant staat of aan de kant van de buren. In ieder geval als we het boompje kunnen redden, gaan we het redden. Want nou wordt hij verstikt. Dat is een beetje zielig. En hoe meer boompjes, hoe meer schaduw. Dus dat is heel fijn bij een paddock. Paradise. Hoe je het wil noemen. Ja, een paddock paradise is een officiële merknaam, zeg maar. Dus tenzij alleen die meneer het bij jou aan heeft gelegd, dan mag je het een paddock paradise noemen. Maar anders voor een de rest moet je... Ja, een paardenparadijs of een omtrekking of... in ieder geval moet je er een andere naam aangeven. Dan komt Valentijn hierheen en dan hebben we fase 2. Nou, en fase 2, dat is gewoon na oktober. Waarschijnlijk zijn we hier heel lang mee bezig ook. Mm-hmm. Dat is namelijk de binnentrek van de cafetariaweide. Dus deze weide, die krijgt dan een binnentrek. We gaan 5 meter vanaf de draad gaan we aanhouden tot eigenlijk ongeveer waar we nu staan. En dat wordt dan de trek rondom de cafetariaweide. En dan de sloot aanvallen verwijderen. Ik heb gewoon letterlijk de sloot aanvallen in mijn notities gezet als fase 2. Want die sloot, die...
daar, dat is gewoon overwoekerd met bramenstruiken. En het is niet zo dat we alle natuur en alle dingen hier weg willen halen. Nee, we willen gewoon de overwoekering weghalen en de natuur op andere plaatsen terugplaatsen. Met dus, andere soorten struiken. Ja. Verschillende ook, dingen. Ja, maar ook bijvoorbeeld kruiden, tuintjes waar zowel de paarden van kunnen eten, maar wat bijvoorbeeld ook vlinders aantrekt. Ja. Dus wat een beetje, ja. Ja, meer flora en fauna. Nog ja. meer laten komen. Ja, dus dat de natuur niet overwoekert, maar wel gewoon ook echt bijgehouden wordt en ja. bijdraagt aan de natuur. En niet gewoon alle andere planten verstikt. Want bramenstruiken zijn best wel... agressief, volgens mij. Ja, agressief en invasief. Ja. Invasief. Ik weet niet wat het Nederlandse woord is. In ieder geval, hij is heftig. Daarom, zeg maar, fase 2. We dachten van, oh, daar zullen we echt wel de rest van het jaar gewoon mee bezig zijn. Omdat dat heel ja. veel werk is. Dan, fase 3. Bij fase 3 kan denk ik het meeste... de fase 3 is de bramen van de poortweide aanvallen. Oh, dat is zeg kant. Maar aan die kant, zeg maar... dat zijn de bramen aan die kant. Daar is, loopt die sloot natuurlijk ook nog door. En daar staan ook heel veel bramen. Dus dat wordt fase 3. Die bramen weghalen. En de eikenboom die daar staat, die moet een beetje opsnoeien volgens mij. Een beetje opsnoeien. Er staat inderdaad een eikenboom, dus die moeten we ja. sowieso afzetten. Omdat eikenbomen, de bladeren en de eikels zijn giftig voor paarden. Mm-hmm. Maar we willen wel dat ze schaduw van die boom hebben. Dus die moet dan eromheen soort van afgezet worden. Maar hij moet ook bijgesnoeid worden, omdat hij anders een beetje... om kan vallen misschien. Ja, ja, ja. In ieder geval... een beetje bijhouden. Ja, die moet ja. bijgehouden worden. Dan, fase 4. Dit hopen we in het voorjaar misschien aan te kunnen beginnen. Als het allemaal een beetje... We weten niet of het mee gaat zitten of dat we heel veel tegenslagen gaan krijgen. We hadden gisteren bijvoorbeeld al met het chattenwijtje dat we een beetje een tegenslag hadden. Omdat het allemaal... onder de grond zat? Het zat, zeg maar, er zat prikkeldraad onder de grond gegraven. En we moesten helemaal die paaltjes uitgraven om het prikkeldraad los te kunnen krijgen. Dus dat was best wel heftig. Want als er prikkeldraad in de grond zit, dan kan je ook niet frezen. En dat stukje nee. moet gefreesd worden. Dus dat moest allemaal verwijderd worden. Dus dat was best wel heftig. En we hadden toen nog geen kniptang om het prikkeldraad door te... knippen, dus dat was even pijnlijk, om het even licht uit te drukken. Nee, ik las van. Nee, jij nee, maar jij hebt geen fuck gedaan, want je hebt een gebroken arm. Ik dit commandeer is echt... alleen. Nee, jij staat erbij, je kijkt erna en je hebt een beetje sielepiet zo. Ja. Nou, in ieder geval fase 4. De poortweide, die wordt dan omtrackt, zeg maar. Ik heb hier ja. ook weer een plattegrond en allemaal van gemaakt. Alleen, dat kan nog heel veel veranderen. Want ik had nou de bak in de hoek gezet. Maar volgens mij was dat juist ook weer een stukje wat meer ongelijk. En dan kan de bak kijken, ook beter op een andere plaats. Per seizoen even kijken. Het wordt geen zandbak, het wordt geen nee. professioneel aangelegde bak. Het wordt gewoon een gasbak. Gewoon een stukje afzetten. 40 bij 6, nee, moet even kijken. 40 bij 30. En dan met letters. Ja. Dus inderdaad gewoon een grote grasweide. Waar we kunnen trainen en zo. En nou ja, dat wordt dus afgezet. Er is nog een bramenstruik helemaal achter bij de armenweide, waar ook heel veel dode struiken in zitten. Ja, die moet verwijderd worden inderdaad. En misschien dat we daar juist ook weer een boom kunnen terugplanten. Ik vind dat eigenlijk wel een goede idee. Ja. Wat fijn dan. En dan het middenstuk van de... Het middenstuk. Oh, er zit nog een afrastering in, zeg maar. Ze moeten op die... punten van de kabels even ijzeren palen inslaan en dan dat middenstuk ook ertussen uithalen, zodat we dat ook bij de paddock kunnen betrekken. Dat we wel weten waar het de scheiding zit. Ja. Noem je dat? Ja, ja, je moet weten waar het scheid zit, zeg maar, van de officiële kavelgronden. Ja. En dan de armenweide, die wordt ook bij de trek betrokken dan weer. Mm-hmm. Maar dat wordt in fases en ik verwacht dat we dan ongeveer al in de zomer van 2023 gaan zitten. En dan krijgen we fase 5. Fase 5 gaan we allemaal... ja, weet je, de kleine dingetjes die je nou nog niet direct doet. Hooihuisjes maken, allemaal schattige DIY's. Er zijn nog zoveel opties mogelijk, er kan nog zoveel veranderen aan dat stuk. Maar zoals ik al zei, we gaan eerst beginnen met fase 1, fase 2. En als dat klaar is, dan gaan we opnieuw naar de andere dingen kijken. Maar dat zijn ongeveer de plannen van het Paddock Paradise, Paarden Paradise, Track Paradise. Geen idee hoe je het noemt, Weide Paradise. Een naampje. Ja, we gaan het gewoon Paarden Paradise noemen, dat wordt het. En Dwalies dus, Paradijs. Dwalies Paradijs. Ja, Dwalies Hoeve. Welkom op Dwalies Hoeve. Dat gaat het worden. Ja. Ja. Zullen we naar die bramenstruiken gaan? Ja, ik ga jullie die bramenstruiken laten zien. Die zijn echt heel heftig. Dat is misschien nog wel een goede om te zeggen. De tracks die wij gaan doen, die worden gewoon afgegraasd. Die gaan we niet met zand vullen of met drainage of dat soort dingen, et cetera. We hebben namelijk genoeg land om ze het hele jaar erop kunnen houden. En voor zand te storten en dat soort dingen heb je ook allemaal vergunningen voor nodig. En daar zou dat allemaal geen probleem zijn. Maar dit stuk is nog steeds gehuurd en we moeten het ook weer terug kunnen geven zoals het, redelijk zoals het was.
Dus dat is iets wat we niet gaan doen. Maar zoals we het ook zien bij bijvoorbeeld Van Hoornehoeve, daar hebben ze ook de meeste stukken gewoon laten afgrazen. En op een gegeven moment wordt dat wel zand. Maar dan kan je het over... Het groeit uiteindelijk wel weer terug. Ja, het groeit uiteindelijk wel weer terug. Dus dat is niet zo'n probleem. Dus het wordt niet echt met van dat speciale zand aangelegd. Nou, we zijn hier bij de bramenstruik in de cafetariaweide. Zoals je ziet loopt hier... Even kijken. Nou, hier loopt het draad en die loopt dan helemaal erin. En dan is het helemaal zo een meter overwoekerd. We kunnen ook gewoon hier niet zien waar de draad dan zit. Loopt, zeg maar. Die zit ergens hier in de bramenstruik. En hier is het zielige boompje. Kijk hem nou. Helemaal overwoekerd. Ik ben echt aan het kijken of die nou inderdaad... Wacht, ik zal de camera even omdraaien. Hij zit recht volgens mij, hoor. Net naast. Net wel? Ja, volgens mij wel. Kijk maar eens. Nee, aan deze kant. De juiste kant. Oh, hij zit wel aan onze kant inderdaad. Want hier loopt de draad. En dan staat daar het boompje. Ja, volgens mij zit hij inderdaad gewoon tegen de draad aan. Nou, in ieder geval hashtag save het boompje. Red het boompje. Arm boompje. Die gaan we redden. Ik weet trouwens wel niet of die giftig is voor paarden. Ik heb geen idee. Ik heb nul verstand van bomen. Wacht, ik draai weer even om. Nou, wij hebben allebei nul verstand van bomen en planten. Dus wellicht een goede om een keer een cursus te doen of zo. Maar we gaan ook even iemand van onze kenniskring uitnodigen. Om te kijken wat voor bomen wel en niet giftig zijn. En ja, dat is wel een handige. Oh, de zon heel erg over. Ja, ik ben zo wit, jongens. Sorry als ik de camera nou overbelicht. Maar ik zal even hierheen lopen. Want hier zijn ook stukken van de buren. Waar we even in overleg gewoon terug gaan snoeien tot de grens. Want ik weet echt niet of sommige planten giftig zijn voor paarden. Nou, in ieder geval, hier is een boom. Dan loopt het helemaal tot hier. Ja, ik weet bijvoorbeeld ook hier. Als iemand ziet, deze besjes en zo zien we ook overal. Zijn die giftig voor paarden? Ik heb geen idee. Maar we gaan het wel allemaal navragen. Als iemand in de comments weet of sommige planten ziet van... Hé, hey, Polly, plant is giftig. Wijs hem even aan, zet de timestamp erbij. En dan weten we het. Ook deze bijvoorbeeld. Ik heb wel het idee dat deze misschien wel een giftig zou kunnen zijn voor paarden. Hij ziet er giftig uit. Ja, dat vooral. Kijk, dit is onze kennis. Het ziet er giftig uit. Meer niet. Geen idee. Dus ja, daar gaan we even goed naar kijken. Ik heb wel het idee dat deze teruggesnoeid moeten worden. Maar die zijn van de buren. Dus dat is een kwestie van tot de erfgrens terugsnoeien en even overleggen, even netjes vragen. Zo zijn wij dan ook wel weer. Maar ja, je hebt hier in ieder geval heerlijk schaduw in de ochtend, want het is nou ochtend. Ja. En dan komt de zon hier overheen en dan heb je hier zon. En bij de schuilstal en zo is dan daar volledig schaduw. Dus qua schaduw en zo is het echt ideaal. Super fijn. Nou, statief mee. Oeh. Ja, het is nog niet helemaal gelijk. Maar zoals we al zeiden, hier zitten ook overal distels. En die gaan we dus heel erg uit moeten steken en moeten kunnen verwijderen. Nou, hier is dan vanuit de cafetariaweide naar de middenweide. Dit stuk gaan we kijken of we daar vandaag ook aan kunnen beginnen om dat te verwijderen. Dit is gelukkig niet zo ingegraven als het chattenstuk. Maar dat gaan jullie verder allemaal in de vlog zien. Over het verbouwen en dat soort dingen van het Paddock Paradise. Van het paardenparadijs. Ik moet het paardenparadijs gaan noemen, want Paddock Paradise is een copyrighted name. Maar ja, dit willen we dus gaan weghalen. Dan zullen we even naar de inloopstal lopen om dat te laten zien. Want daarvoor zijn ook wel dingen die in fase 1 zitten, die zichtbaar zijn. Oh, sorry als ik een beetje veel onderkin film. Maar ik ben best wel moe en de camera is niet per se heel zwaar of zo. Maar ik moet er nog een beetje aan wennen om hem dan netjes in mijn gezicht te houden. In plaats van mijn onderkin te filmen. Nou, we zijn nu in de schuilstal. Dit stalletje zat er al bij, was gebouwd. Hier zit ook vast water. Dus dat is super fijn. En ja, je hoeft niet heel veel aan te doen, behalve dat stukje rek. Dat willen we ook met hout dichtmaken, zodat ze daar niet aan kunnen schuren of zich pijn kunnen doen. En wacht, ik zal een beetje wat verder laten zien. Er staat nou ook een aanhangertje, want daar willen we groen afval allemaal in kunnen doen, zodat het makkelijker naar de stort kan. En hier is het schuilstalletje. Dus dat is fijn, dat hebben ze al allemaal. En ja, hier is dus de paddock die gefreesd gaat worden. Hier is dat chatterstuk wat ik net vertelde. En hier zijn we gisteren dus al het bloed, zweet en tranen hebben we hier aan gezwoegd.
En hier gaan we zo dadelijk aan verder. En dan de rest gaan jullie zien in die vlog. Nou, dat was dan eigenlijk alles over ons nieuwe paardenparadijs en onze toekomstplannen ermee. We hopen dat jullie het een leuke video vonden en ons natuurlijk gaan volgen in deze hele opknappe journey. En we gaan zeker leuke vlogs en video's maken over dit stuk. En ik hoop dat we inderdaad over een tijd dan een deel 2 kunnen maken. En dan kan je de before en after ook heel mooi zien. En ja, dat was hem dan voor vandaag dus. Like, laat een leuke comment achter. Vergeet niet te abonneren. En je kan ons ook volgen op Instagram en op TikTok. Allebei @dwallieshorses. Tot de volgende keer. Doei doei! Doei doei!